Ik volgde bij de marine de opleiding coachend leidinggeven. Wie denkt dat wij alleen maar orders brullen, heeft het mis. Persoonlijke ontwikkeling vinden we enorm belangrijk. En om anderen te leren coachen, leer je in deze opleiding eerst jezelf coachen, met behulp van stevige reflectie. Zo moest ik een keer aangeven voor wat voor soort mensen ik allergisch ben. Dat was makkelijk. Ik ben allergisch voor mensen die zichzelf ophemelen en steeds maar lijken te moeten melden hoe goed ze bepaalde dingen kunnen. Die allergie blijkt voort te komen uit een eigenschap die je zelf te weinig hebt. Ik ben dus eigenlijk te bescheiden. De volgende stap is dan om te bepalen wat jouw uitdaging is. Wat kan ik doen om niet te blijven hangen in overdreven bescheidenheid? Ik dacht zelf dat dit in de sfeer zou liggen van laat van je horen, vertel zelf ook eens wat je allemaal kunt en hebt meegemaakt. Maar met behulp van goede vragen van mijn medecursisten kwam ik tot de conclusie dat ik daarvoor eerst echt trots moest zijn op wat ik doe. Een open deur? Misschien wel. Maar voor mij voelde het alsof iemand mij het antwoord op een moeilijk raadsel verklapte. Wanneer jij niet trots bent op wat je hebt gedaan of bereikt, hoe kun je er dan van genieten? Laat staan het met anderen delen. Hier kon ik wat mee. Het klonk logisch. En het klonk als iets wat me wat zou opleveren als ik daarmee aan de slag ging. Ik heb 2 zoontjes. De oudste is 6 en wil later als hij groot is bij de marine, want dan kan hij met mama samenwerken. We lazen een boek over de marine. En dan moet ik vertellen over hoe alle raketten heten die gelanceerd worden, hoe schepen tanken op zee en hoe lang een onderzeeboot onder water kan blijven. En eigenlijk was het tijdens dat vertellen dat ik merkte dat ik enthousiast raakte. Ik merkte dat ik maar wilde blijven vertellen, meer stoere verhalen over hoe we piraten hebben gevangen en mensen hebben gered. Ik werd blij bij het idee dat ik alle dingen die in die boeken staan echt zelf heb meegemaakt. Ik werd trots. Oprecht trots. En bij mijn zoon was die ruimte er natuurlijk. Ik had geen schroom, want ik zou niet beoordeeld worden. Er zou niet iemand anders zijn die in mijn ogen meer gepresteerd heeft, waardoor mijn verhalen in het niet zouden vallen. Die trots van mij mocht er zijn. Van mijn zoon en misschien wel voor het eerst van mezelf.